Beste kijkers, welkom bij Wijn Plus Koken. Wouter, het is alweer eventjes geleden. Zeker. De herfst heeft zijn intrede gedaan. En ja, goed, de blaadjes vallen dan wel, maar ja, goed, jij maakt nog altijd hele mooie dingen in deze keuken hier. Zeker. Wat ga je vandaag maken? Nou, gaan we aan de slag met een voorgerecht, met een lekkere frisse kruidensalade. Met gamba's gebakken in knoflook, kurkuma en pernil. Met een lauwwarme dressing van tomaat en basilicum. Klinkt overheerlijk. Ja, zeker. Ik ga er maar eens een mooie wijn bij selecteren. Succes, ik zie je zo meteen. Komt goed. Tot de volgende keer. We gaan beginnen met de dressing. Voor die dressing gaan we dus gebruiken tomaten, bieslook, shallotje, basilicum en knoflook. De tomaten gaan we eerst snijden. Die gaan we in blokjes snijden van ongeveer 0,5 centimeter bij 0,5 centimeter. Dat noemen ze ook wel concassé. Dan gaan we eerst het vruchtvlees verwijderen. Zo, de tomatenblokjes zijn gesneden. Shallotjes hebben we natuurlijk nodig, die gaan we daar lekker aanfruiten in de olijfolie. Je kunt daar natuurlijk ook uien voor gebruiken. Rode ui is ook erg lekker. Is mooi van kleur en de dressing ook. Dan belangrijk goed scherp mes te gebruiken. Dan springen die sappen ook niet omhoog. Zo. Bieslook is ook een uienachtige kruid. Kleine ringetjes snijden. Goed snijden, niet duwen, anders kneus je de bieslook. Zo. Verder hebben we een basilicum pesto. Die hebben we gemaakt van basilicum, parmezaanse kaas, zonnebloempitjes, olijfolie en een knoflook. Lekker gepureerd met de staafmixer. Kunt u ook zo bij de Plus Supermarkt kant-en-klaar kopen. Ik heb ook knoflookpulp. Dus dan kunnen we aan de slag gaan met de dressing. Olijfolie in de pan. Nou, wat ik al zei. Shallotje lekker aanfruiten. Knoflook erbij. Ja, we wachten tot de shallotjes een beetje glazig zijn. Tomaatjes kort meebakken. Kruiden doen we daar als laatste erbij, hè? Want als die te lang warm blijven voor we het kookpunt komen, dan worden ze bruin. Nou, dat willen we niet hebben. Nou, dan blussen we hem af met tomatensap. Het hoeft niet per se tomatensap te zijn, het kan ook gepelde tomaten zijn uit een potje. Azijn erbij. Nou, bij een dressing is het wel altijd belangrijk dat het 1/3 azijn
twee derde olie is. Nou, aceto balsamico is ook een azijn. Beetje zoeter azijn. Langere tijd gerijpt in houten vaten, vandaar ook de kleur en de smaak. De olijfolie. Peper en zout. Zo. Laten we hem eventjes lekker sudderen. De bieslook. Met de pesto. Zo, dan gaan we verder met de gamba's. Gamba's noemen wij vaak scampi's. Nou, scampi's dat zijn eigenlijk langoustines. Dit zijn gamba's. Langoustines die hebben schaartjes en zijn kreeftachtige. Dus dat zijn de scampi's. Nou, dit zijn gamba's. Die gaan we schoonmaken. Dan beginnen we met het hoofdje laten we eraan zetten. Dat is ook voor de decoratie, zit ook smaak in, dan kun je ook uitzuigen. Nou, niet iedereen houdt daarvan. Nou, het staartstuk is een lekkere spier, die willen we dus wel lekker gaan bakken. Nou, dan haal het schaaltje er mooi af. Niks vergeten, want het is echt niet lekker als je dat... moet gaan opeten. Ongeveer 4 scampi's bij een gerecht van deze maat is voldoende bij een voorgerecht. Nou, vervolgens zit hier een stroomkanaaltje boven in het ruggetje als het ware. Nou, die gaan we dan voorzichtig insnijden en dan gaan we hem verwijderen. Even kijken of ik er eentje kan vinden. Kijk, hier kunt u het duidelijk zien. Nou, ik pak het er zo uit. Zo, de dressing. Dan kunnen we nou de bieslook en de basilicum aan toevoegen. En dan hebben we daar voor het bakken kurkuma. Dat zit ook in het gele wat ook in currypoeder zit. We hebben chili saus, een beetje zoete chili saus, knoflook, erg belangrijk bij scampi's. En we gaan hem straks afblussen met pernod. Nou, olie is goed heet. De gamba's gaan in de pan. Mooi in beweging houden. Dan knoflook als eerste erbij. Trek lekker in de olie. Je kunt natuurlijk ook in knoflookolie bakken. Het voordeel van knoflookolie is dat de knoflook niet kan verbranden in de olie. Wat gebeurt nou? Oh, dan draai je hem om. Dat gebeurt nou ook niet, maar als je even niet oplet en het niet afblust, dan kan het wel het geval zijn. Kurkuma, klein beetje. Peperzout. Afblussen met de pernod. Een paar vlammetjes erin. Vervolgens chili saus. En de basilicum pesto. Nou, vervolgens kun je ze verder in de pan garen. Nou, ik kies ervoor om ze nog even lekker in de oven te... Een minuutje 4 in de oven te zetten. Dan heb ik tijd om mijn salade op te maken. Zo. Even lekker die kruidensalade maken. Een beetje bieslook.
Kervel en dille. Frisee-sla. Lauwarme dressing. Zo, de gambas, 4 minuutjes in de oven gezeten, zijn perfect gaar. De dressing hebben we niet over de sla gedaan, hè? Lauwarme dressing over de sla, dan wordt de sla niet, dan blijf je niet meer mooi kokant. Zo, en volume in een gerechtje is natuurlijk wel altijd ontzettend mooi. De kopjes naar boven laten wijzen. Staartjes naar beneden. Zo, een beetje af garneren. En dan hopen we dat er weer een mooie wijnsuggestie bij Jan bij komt. Potverdrie, dat ziet er weer fantastisch uit, Wouter. Jazeker, jazeker. Heel mooi, complimenten. Ruikt ook lekker. Ja, het ruikt heerlijk. Het is best wel een kruidig gerecht, hè? Maar de vruchten uit de zee, de mensen die nemen vaak een witte wijn. In dit geval heb ik dus daar ook voor gekozen. Een wijn uit Frankrijk, uit het zuiden van Frankrijk, in de buurt van Béziers, Cap d'Agde. Daar ligt de streek Ancy-Runé. En in die streek, daar maken ze van Marsan, een vrij onbekend druivenras. Oorspronkelijk komt de druivenras uit het noorden van de Rhône, maar ook hier aangeplant. En het is een zeer aromatische druif, in ieder geval de wijn die je ervan maakt. Met een aroma van bijvoorbeeld perzik, een banaan. En een heerlijke droge, maar wel licht fruitige wijn, wat perfect past bij vis, maar ook zeker bij deze heerlijke gambas. En met die iets kruidige tonen kan deze wijn prima omgaan, denk ik. Dus Anse Dune uit Frankrijk, nieuw in het assortiment bij Plus, dus hartstikke lekker bij dit heerlijke voorgerecht. Klinkt goed, Jan. Ik denk dat we gaan afsluiten dan voor deze keer. Ja. Volgende week zijn we bij u terug. En dan met het hoofdgerecht. Tipje van de sluier? Het wordt eigenlijk een tussengerechtje, Jan. Keurig ook goed. Een lekker herfstgerechtje. Dus we gaan lekker iets confijten. Lekker... Ik kan met rode wijn aan de slag beginnen. Juist. Ik kan me nog voorbereiden. Precies. Bedankt voor het kijken. Graag tot de volgende keer. Tot de volgende keer. We hebben eens koken.